Oh, een feestje bidden. Ja, fuck jou. Niks geen sleutel. Ik ga andere dingen doen. Ik ga belangrijke dingen doen. Hey kijkers van Dus Wat Games. Welkom bij een nieuwe custom map van een kijker. En voordat je denkt, wacht even, er klopt hier iets niet. Wat klopt hier niet? Davidje shirt. Waarom is dat geen DDG shirt? Heel simpel, dit is een game meneer shirt. Je ziet hem hier. K, ik ben een meeuw. Die is van Don. Die heeft hij opgestuurd voor mij. Deze gaat binnenkort naar een speciaal project. Komt nog meer over binnenkort. En ik heb hem ook een klein beetje aan. Omdat, goed... Technisch gezien heb ik in 2012 ook een paar mappen van kijkers gedaan. Maar Don heeft dat in 2014 opnieuw gedaan. Ik zag dat, ik heb hem een berichtje gestuurd. Ik zei, Don, dude, dat is fucking cool. Vind je het goed als ik het ook doe? Zei hij, ja, tuurlijk. En daarom nog een keer een shout-out naar Don. Weet je niet waar ik het over heb? Don is momenteel een van de, misschien wel de, het snelste groeiende kanaal in Nederland. Sneller als Enzo? Ik weet het niet. Hij gaat in ieder geval als een speer en verdient. Check eens even het kanaal. Game meneer, als je het nog niet kent, ben je een sukkel. Wij gaan spelen een map met een kijker met een Game meneer shirt aan. Oh, dit is cool. Een groen shirt. Hey, alsof ik het wist. Deze is opgestuurd door... misschien dat ik het nog in het boek krijg. Oh, Red Monkey. Kijk, Red Monkey heeft hem gemaakt. Met een storyline en info. Man, wat moet ik allemaal niet doen? Oké, ik moet... Ik heb Wouter zijn hoofd. Oh. Ik weet niet of ik daar blij mee ben. We gaan eventjes de regels lezen. Altijd cool. Oh, dit is info. Jarne heeft hem gemaakt. Nou, dat was de info. Oké, Jarne, jij gaat weer terug de kist in. En ik hou niet van te veel dingen in mijn boek. Niet cheaten, adventure, dit opnemen, plezier hebben. Ja, baas. Is goed. Voor mij kom je uit België. Of niet? Zal ik proberen de hele map in het Belgisch te doen? Het zou wel cool zijn. Oh, adventure mode. Game mode, adventure. Oké. Je bent een wetenschapper. En je bent op zoek naar dodo's. Ik had bijna dildo's gelezen. Druk op start, veel plezier. Dankjewel, dan gaat deze ook weer terug. Nou, ik ben een wetenschapper met mijn dodo skin aan. Jesus! Oké, ik vind het cool. Ik hoop wel dat hij voor mij gemaakt heeft. Mops aan. Oh, difficulty, easy. Zo staan de mops aan, toch? Ja, start! Oh, de deur is open. Awesome, oké. Ah... Dank u. Ja. Oh, hell fucking no. Waarom zou ik hier ingaan? Als ik ook gewoon... hier... naartoe kan gaan. En zeggen van... Oh, wat, dat is cool. Moet je kijken. Paddenstoelen, die kan je niet... Oh, sneeuw. Daar zou je toch veel liever heen willen gaan. Naar het sneeuw. Met een squid. Nee, we gaan gewoon hierheen. Voor de mensen trouwens die het niet wisten... voor mij is het net zo raar als voor jullie, om naar mij te kijken. Ik kijk niet echt naar jullie. Ik zal het even uitleggen. Ik ben bijna een week, niet bijna, een week ziek geweest. Ik had eerst 41 graden koorts. Dat duurde 3-4 dagen, veel te lang. Toen hield het gelukkig op, maar terwijl mijn laatste dag koorts, kreeg ik in één keer van mijn kies, waar ik ooit een keer een vulling heb gehad. Die is uitgebroken. Tandvlees dik ontstoken, jongen. Echt, ik kon niet slapen. Heeft ook 3 dagen geduurd. Totdat ik uiteindelijk bij de tandarts terecht kom. Ik heb dus een week lang geen video's opgenomen. Toch hebben jullie mij regelmatig nog gezien. Dat komt omdat ik een klein voorraadje had. Dus dat scheelt. Ik ga er niet omheen draaien. Ik ga er gewoon in. Fuck it. Hoppakee. Zo. Oké. Hè? Oh. We hebben een... een traliekant. En we hebben een lavakant en we hebben een waterkant. Nou. Hé, hey, we hebben een gouden wortel. Wat zouden we doen zonder de gouden wortel? Niet veel. Het is wel mooi gemaakt, Jarne. Dat moet ik wel toegeven. En dit ziet er echt totaal niet creepy uit. Laten we daar vooral niet in gaan. En een gouden appel. Awesome. Is die nog meer verstopt? Nee, helemaal niks. Dan gaan we verder. Oh jee. Ik zie een deur. En een... tripwire. Ah, nee! Sterf! Oh god. Elke keer als ik hier overheen loop, komt er een mop, of niet? Oké, gauw naar binnen. Hup. Ja. Hey, stomme. Stinkert. Waar komt die vandaan? Oh, die stond er al die tijd al. Oké. Uh-oh. Oh, zoek me en je krijgt een cadeautje, zegt Olaf. Wie is Olaf? Kom jongens, we gaan Olaf zoeken. Ja, ik moet ook over al die pressure plates heen lopen. Hè. Dat is ook echt niet cool dit. Gaat vanzelf een keer mis. Oh nee, we zijn eruit. Ik heb Olaf alleen nog niet gevonden. Waar zit hij? Olaf? Dit is Ivy, je bent niet Olaf. Waar is...
Oh. Oh, awesome. Dit is adventure, man. Dit is fucking adventure. Oké. Allereerst gaan we kijken of we misschien... Oh, wacht. Oh, een feestje bidden. Ja, fuck jou. Niks geen sleutel. Ik ga andere dingen doen. Ik ga belangrijke dingen doen. Zoals... Red eerst Gevé. Are you fucking shitting me? Ik wil geen sleutels. Oké. Ah, hier is... Ivy. Oh, deze mag ik gewoon meenemen natuurlijk. Dankjewel. Denk ik. Ik weet het niet. Adventure mode. Dan kan ik tenminste bouwen zometeen. Wat staat er over Ivy? Ivy, het is een vurig paard waarmee je alles kunt overwinnen. Je hebt haar hier gevonden en bent bereid om haar mee te nemen. Ga door de poort en volg het pad. Als ik hoef niet meer Gevé te redden. Awesome. Is goed. Deal. Nee hoor. Ik ga Gevé wel redden. Hey! Is dat een key? Is dat een key? Ik zie een key. Fuck! Are you shitting me? Ik kan die niet plaatsen? Nee, ik zie daar een kist. Oké, daar komen we straks nog wel dan, denk ik. Toch? Oké, dan gaan we toch de boom met in. Ik had er al zoveel zin in. En dan gaan we het nog doen ook. Oh! Ja hoor. En iedereen hier zit zo te denken van ja, dat zagen we aankomen. Mijlenver, we zagen het. Iedereen zag het, behalve ik. Wat is dit voor... Waarom is die trap zo... Wat de... Hè? Oh, die rode wol is waarschijnlijk zo van... Je moet je daar naar daar... Ja. Huh? Maar... Ik moet eerst Gevé redden. En daarvoor moet ik eerst een sleutel hebben. Oké, fuck it, Gevé. Ik laat je stekken. Hoppakee. Mooi, man. We gaan eerst de belangrijke dingen doen, hè. Kijk. En hop. Plons. Is hier dan die sleutel? Hak het toch goed. De key. Ik wist het. Het was totaal niet om jou weg te lokken, schatje. Ik had het gewoon zo gepland. Ik wou je al die tijd al redden, hoor, lieverd. Ik kom eraan. Ivy, blijf even chillen graag, dank u. Oké, daar hebben we de sleutel. Daar ben je, ik dacht dat niemand... Schat, je hebt korte geheugen. Huh? Waarom kan ik niks plaatsen? Ik kan hem niet plaatsen. Game mode survival. Sorry, moeten we toch kunnen plaatsen. Zo, hoppakee. Bedankt dat je me redde. Ik hoorde Vincent ook roepen om hulp. Ga snel kijken. Oké, dit is fucking luguber. Ik heb Gevé gered en dan krijg ik als beloning krijg ik haar hoofd. Awkward. Maar we zijn nu Gevé. Oh, hallo. Wacht, ik ga het goed doen. Ik denk dat ik even moet kijken of ik Vincent kan helpen. Want, ja. Wie is de mol? Videogame tricks. Goed, we gaan gauw even serieus verder voordat Gevé hier binnenkomt lopen. Doe je mij na? Nee. Het betekent volgens mij dat we Olaf... Ivy kunnen fixen. Ja. Fix. Hey, ga. Ivy, cool. Kom op. Spring, bitch. Ik was totaal niet vergeten om niet het draadje... Hoe kun je dat... Hey. Hoe kun je dat fucking kutdraad loskrijgen dan? Oh. Hey, dat was hem. Zo, dat was ik niet vergeten net hoor. Oké, red eerst Gevé. Dan ga Vincent fixen. Kom Gevé, even Ivy, fixen Vincent. Kijk, dit is tenminste een lekker stukje lopen zo. Hoppakee. Wow, ik heb springenpaard. Oh, we hebben de melding gemist. Oh. Vincent, Gevé zei dat je gilde. Ja, Vincent. Ik wil je hoofd. Vanaf nu gaan we verder als Vincent. Sorry, Gevé. Je bent vervangen. Oké, nou, die is gefixt. Oké, hartstikke mooi. En dan? Wat hebben we nog meer? Oh, struikeldraad. Willen we dat? Oké. Huh? Oh, wacht. Wie's hoofd is dit? Ik weet het niet. Maar... Dat zag eruit als een pasje. Oh, we kunnen slapen. Hey, we kunnen niet slapen. Kut. Time set... 20.000. Slaap. Lief bed. Kijk, dan hebben we tenminste een span. Mochten we doodgaan. Ik heb die dat hier mogelijk is namelijk. Wauw. Wat zag ik daar freaking voor me staan? Ik zweer, ik zag iets. Maar wat zag ik? Zag je dat ook? Ik zag iets. Ik zag een monster of zo. Oké, eerst even.
Lekker worteltje eten. Ik hoor allemaal beesten, overal. Dat is echt niet cool. Laat ik maar. Hier zit waarschijnlijk niks in. Oké. Ronald. Vaak. Ik wil het hoofd van Vaco. Dat is veel cooler. Ik weet niet of ik ze eraf mag pakken, maar ik doe het gewoon. En hop. Nou zijn we. Hallo. Hallo. Dat zegt Lars altijd toch? Hallo? Oké. Okay. Mrs. Darkness. Wie ga je redden als eerste? Geef van beide. Als ik moet redden. Hoezo regent het hier? Oh joh. Grapjas. Oké. Okay. Het is natuurlijk nog nacht. Ik weet niet of het verstandig is. Wat zit hierin? Helemaal niks. Oh god. Oké, okay, dat was te doen. Toch? Hup. Aha! Potion of Fire Resistance. Nou kunnen we praten, vriend. I like it a lot. Waarvoor eigenlijk? We gaan even kijken wat hierin zit. En een boog. Fuck de andere bogen. Hebben we niet nodig. Nee hoor. Als ik hierin tief. Hoe kom ik er wel mee uit? Oh nee, wacht. Thanks, ik ga naar mijn kippen. Want die hebben al lang geen seeds gekregen. Oké, man. Succes. God damn it, nee. Wow, dat was unexpected. Ik dacht... Oh. Oh. Ah, oké. Okay. Nou, dat was leuk. Nou, even op naar... Die had nog eens Dinkert. Waar zit hij? Dit was Lars. En dan hebben we hier Ronald, right? Oké, wat heeft Ronald voor valstrik? Oh, Ronald gaat diep naar beneden, hoor. Ja, ja. Wat is dit dan? Ik snap er niks van. Moet ik hierin springen? We doen het gewoon. En dit is... Oké, okay, dit is wel raar. Dat voor Lars moet je gewoon iets doms doen, als in springen. Spring, voor Bor. En voor Lars... Voor Ronald natuurlijk moet je slim zijn. Als in... Spring voor Lars. Dus niet, het moet andersom. Maar dit kan ik. Want wat we moeten doen is dat ding omhoog natuurlijk. En ik zie hier zie ik redstone. Dat mag ik uiteraard niet pakken. Dus we gaan even kijken wat er gebeurt. Dan gaat die aan. Ja, oké. Okay. En deze... Wat? Oh, hi. Dat doet nu nog niks. Oh. Ik moet eerst die even uitzetten. Dan doe je die zo. En dan doe je die weer aan. En dan gaat die uit. Dan gebeurt er nog niks. Huh? Kan dit wel? Mis ik iets? Ah jongen, ik snap hier toch helemaal niks van. Sorry Jarne, maar dit is echt niet mijn ding. Ik heb hier geen verstand van. Doe het gewoon lekker zo. Daar is die lelijkert. Bedankt, maar ik moet naar Bor. Ja, godverdomme, Ronald. Wat een luie hond. Oké. Okay. Maar is dit het einde? Nee. Dit is toch nog niet het einde? Hè? Ben ik er door? Dit is de kat. Oh, hey. Ja, nee. Oh, stop. We kunnen verder. Ik dacht al. Start? Start voor wat? Ik durf niet meer. Oké. Okay. Er is gebeurd er van alles. Ja, hier. Oh, ik wist het. Er komt nou iets. Er gaat iets komen, dames en heren. Oké, deze gaat daarheen. Sharpness 5. Ja, hoi. Die is veel sterker. Even kijken. Grapjas. Oké, zijn we er klaar voor? Ik wel. Oh god. Oh god. Jesus. Nee. Vlekker op, laat me met rust. Ik pak gewoon deze. Oké, dit is te doen. Zo kan ik gewoon van afstandje slaan. Zo. Jullie gaan allemaal dood. Met kerstmis. Nog een keer. Haha, Circles. Kom op dan. Kom dan tegen de baas. Hè? Kom maar. Kom op dan. Hè? Pushies. Wow. Oké. Als jullie echt willen hier echt. Oké, kom dan. Hier. Ja hoor. Kom dan, bitches.
Ja, ik doe gewoon nog een keer. Maakt me niks uit. Die, oh, die kleintjes graag. Dank u wel. Oh, mijn zwaard is kapot. Oh, kat, mijn zwaard is kapot. Nee, ga weg, ga weg, ga weg. Sorry. Ik zei toch sorry. Waarom ben jij zo boos? Ik heb toch sorry gezegd. En, oh, dat waren ze al. Oké dan. Hoep die fucking woe. We zijn er. Ik kan een wortel eten, zo te zien. Dat gaan we even doen. Dan nog een beetje verrot vlees. En dan? Oh, en dan kunnen we volgens mij verder. Zal ik het al doen? Ja, hè? Oké. Thanks voor het spelen van de map. Geen probleem, Jarne. Uit België, volgens mij. Redmonkey BE. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik doe deze weer even aan, zo. Hoppakee. Ik vond het een leuke, simpele map. Maar wel vol met spanningen. Want ik heb eerst Rivé gered, daarna Vincent. Daarna Ronald en Lars natuurlijk. Die hebben er even bij gedaan. En ik heb een heleboel zombies verslagen. Bedankt voor het maken. Wil je ook dat ik een map voor jou speel? Dat kan. Maak hem en stuur hem even op via Twitter. Even @dusdavid tweeten. Met het downloadlinkje. Ik stuur altijd even een tweetje terug als ik hem gedownload heb. Dus dan weet je dat in ieder geval. Zorg dat het een beetje een leuke map is. Zeg maar dit is perfect. Als je een adventure map hebt, of een jump map, of een wat dan ook map, dat kan. Maar zorg dat het langer is dan een paar minuten, zeg maar. Anders kan ik het ook niet in een video doen. En dan vind ik het heel leuk om even te spelen, maar dat is gewoon voor de fun. En dan kan ik er niet een video van maken. Dit gaat helemaal nergens over. Haha, what the fuck? Hoe dan? Au. Oké. Bedankt voor de bijdrage. Nee, je bent er wel, hè? En een... Staat ook nog een keer een zombie? Oké, dat moet ik even onderzoeken. Even kijken wat er allemaal zit. Hallo? Oh! Hi! Ja, en een skelly. Nou goed, anyway, die kunnen het lekker met z'n allen uitzoeken. Ik wil jullie erg bedanken, jongens. Vergeet eventjes die like te doen. Het is bijna het eind van december. Dat betekent dat ik bijna ga stoppen met mijn 1000 likes voor 1 euro actie. Of 1 euro voor 1000 likes actie eigenlijk. Waarbij ik uiteindelijk na december dus het totale bedrag aan jullie laat weten. Wat ik ga doneren aan een goed doel. In dit geval KWF, want dat vonden jullie allemaal een goed doel. Heb ik eerder op Twitter gevraagd. Ik heb het naar mijn zin gehad. En ik ga lekker de volgende video opnemen, denk ik, met mijn meneer gaming meneer trui. Want ik voel me weer een stukje beter. En dat is beter als dat ik me niet goed voel. Jezus, ik heb echt ziek geweest de afgelopen tijd. Wel heel erg bedankt voor de mensen die mij gesteund hebben in die tijd trouwens. Want ik heb het veel op Twitter gezegd. En jullie zeiden zoiets van, kom op David, je kan het sterkte. Ga maar geen video's opnemen. We willen liever dat je beter bent en zo. Echt, I love you. Jullie weten over wie ik het heb. Niet alleen de fanaccounts, maar ook alle andere kijkers. Hey, dat was hem jongens. Abonneer eventjes. Check de andere custom apps. Tot de volgende keer. Peace.